bent helemaal enthousiast. Ruik je niks? Oh, ik dacht dat het je mond was. Ik wil ook heel eventjes een klein moment voor jou. Gaat het? Zak je in elkaar of zo? Leslie zei vanochtend, hoe kan je nou spierpijn over hebben van boksen? Ik heb geleerd, als je dit doet... Ah, oh, nee. Oh, we hebben gewonnen. En de tegenpartij kan het niet hebben. En deze keer... Oh my god, gaan we naar haar, hè? Niet... Nee, we gaan het nog niet eraan hebben. Oh my god. Zie je hem dan? Perka. Hallo, het is niet meer ochtend, het is al middag en we hebben heel wat activiteiten erop zitten, werkactiviteiten en we zijn nu thuis en mijn vriend staat hier in de keuken en vraagt me niet waarom, maar hij heeft zijn spijkerbroek uitgetrokken. Misschien moet... Ja. Zullen we sneller bij de goodies kunnen komen? De goodies? Wil je dat jij zelf sneller bij de goodies kan komen of is het voor iemand anders? Nee, het is gewoon echt... Ik vind... Spijkerbroek wil ik heel snel uit moeten komen als ik daar ben. Ja, ik heb er zo minder last van, maar ik snap wel dat het lekkerder is om zonder spijkerbroek te chillen. Moet wel zeggen dat de spijkerbroeken van Resli anders zitten dan mijn spijkerbroeken. Resli heeft namelijk op één punt waar het altijd kapot gaat, hier. Zijn bovenbenen die schuren zo breed daar tegen elkaar aan, dat ja, er komen gaten daar. Dus iedere keer gaat hij ook terug naar de kleermaker om te zeggen, kun je het fixen? Die kleermaker kijkt ook iedere keer, wat doe jij met die broeken? Je zou denken, ja, bijna zagen we je. Je komt eraan. De spanning is niet te houden, mensen. Resli, wat voor onderbroek zal die aan hebben? Is het een huisonderbroek of is het zo'n eentje met zo'n flitsend kleurtje, een model? Niemand weet het. Hashtag nou spoor alvast. Want? Oh, het staat weer keigrote merk op natuurlijk. Je bent zo'n merkgeile boy, jij. Nee, helemaal. Jawel. Klopt wel een beetje. Ik ken jou. Ja. Al een tijdje. Je bent een appel aan het snijden, lieverd. Normale mensen, sorry. Geen luxe poezen, die eten het gewoon op. Nou, dat komt. Nou, ik vind dit een heel... Ik vind dit... Dat is heftig, ik zag mezelf zo... Dit is gewoon een beetje nog pens. Er zit ook een bleekvlek in. Dit is niet de beste look. Dit is niet de beste look. Ik denk dat het en hij is, eerlijk, het is ook een beetje huidskleur. Het is een beetje zo van... Ik heb een witte linnen broek aan. Dus het moet lijken alsof ik een string aan heb. Wat ga je goed hier? Met je salade. Dit is mijn salade. Ja, raken nou... Mijn vriend is al 9 kilo afgevallen. 7. Oh, zit je dan vanochtend weer... Ik zei 7, altijd 7 gezegd. Het is jammer dat jij nooit betrokken bent met mij. Je zei vanochtend 9. 7. Nico, stop ermee. Je zei 9. En ik dacht toch, wauw. Nee, stop ermee. 7. Ik wil 107 op Dubai, dus wat heb je het over? Ik weet wel wat je... Nee, 7 heb ik gezegd. Nee, dan ga je niet winnen. Oké, nou in ieder geval, ik wou zeggen, je ziet het. Je ziet het. Punt. Dankjewel. Ga zo door. Keep on going. Houd het vol. Ik heb ook weer even zoveel motivatie. De rest ging voor nog een sport. Ga je meekijken, maar ik ben gek. Ik heb al gelopen naar de auto. Hello. Jongens, er zullen vragen komen. Wat heb jij een gekke plek voor een zuigzoen? Dat is het niet. Nee. We stonden natuurlijk helemaal wild te gaan op Tinder. We gaan Tinder. Toen pakte Res eventjes een hoge elleboog zo richting mijn kin. En op dat moment dacht ik echt, wow, voelde niks van. Wel lekker, man. Ik heb gewoon nog haar uitgehoord. Nee. Het is geen geweld aan huis. Toen zei hij nog, het wordt een blauwe plek. En ik dacht, helemaal niet. Ik voelde niks. Maar ja, ik zat zo lekker in mijn moment. Dat voelde ik helemaal niet. Dus, maar ja, zoals jullie zien, de doorbloeding in de onderkant van mijn hoofd doet het wel. Resli die gaat voetballen. Nu, we gaan je nu bij een andere club eventjes, hè? Want ja, hij is gewoon zijn oude club. Ja, weet je. De boy is zo lekker bezig. Ik wil ook heel eventjes een klein moment voor jou. Gaat het? Zak je in elkaar of zo? Oh, je gaat zitten, tuurlijk. Jezus. Heb je ooit dat je niet gaat zitten op het toilet? Het is zo verleidelijk als je ziet. Zo verleidelijk, hè? Jeetje, mijn kreetje. Oh, ik zei het vandaag nog. Je kakt nog meer dan een baby, Resli. Heilige Mozes. En er is een plekje in mijn huis. Precies daar in de oekoe. Waar mijn vriend dus niet komt. Hoe laat is het voetbal van jou? 8 uur. 8 uur? Nee, tot hoe laat? Ga ik je niet zeggen, want anders ga je er helemaal op inspelen. Je moet altijd paraat hebben als ik thuis kom. Nee.
Ik ga gewoon chillen. Ik ga hier zitten en als je me aantreft en mijn ogen dicht, laat je me zo, ja? Precies zoals ik jou ook altijd laat. Met je bek. Je gaat een keer met het gesop. Ja, maar toch, ik zal me naar trainen. Mijn t-shirt is al, ik ben helemaal klaar, hè? Ja, maar ik hoor iedere kier en... Ja, dat vind ik wel gewoon lekker fris, hoor. Ja, ik ook, maar het klinkt... Heel grappig klinkt het. Nog even zuur uit. Mm-hmm. Nee. Niemand wil zure dingen ruiken. Wanneer ga je nog sporten? Wanneer is nog gesport in mijn leven, ja? Jij hebt toch dingen ingepland? Schat, ik stop het even jou. Hoe gaat het zo doen? Ja, voor mogelijkheid. Je hebt het niet ingepland. Ja, sporten, hè? Ik, huh? Oh mijn god, ik dacht dat ik zei, ik ga het doen. En ik totale miscommunicatie hier. Oké. Okay. Dan ga ik zelf wel eventjes mijn trainer appen. Ja, kom de ochtend even bij Jim Rapport, hè? Morgenochtend bij Jim Rapport. Nou, een beetje kok, halsneigingen. Hoe laat is dat dan? 8 uur. 8 uur, oké. Okay. Ja, ik ben blij dat we zo vroeg naar bed gaan. Het is 9:45. Boxen. Ja, even boksen. Can't wait. Nee, checklist. Nee, maar ik heb, weet je wel, de MVV speel ik Cambuur, bij Veendam, Haarlem. Het was altijd verre reizen. Ja. Doet dit nog dan? Ga je dit wat beter doen? Slapen dan? Met een bus zat je uren in een bus door. Vers. Ja, ik doe het uit als slapen. Als ik ga slapen, doe het uit. Ben benieuwd. Ik hoor het nog. Ik kreeg net horen van mijn verloofde manager, beste vriend, minnaar, baby daddy, dat voetbal, zie je? Ik krijg helemaal gebrainwashed. Deze audio op de achtergrond. Dat boksen 7:30 is morgen. Les, doe maar uit, lieverd. Mooi geweest. Kunnen jullie geloven dat mijn vriend met een glimlach naar zijn scherm kijkt? Een glimlach. 3 mannen. Ik zou denken, ik moest zorgen maken. Hoe zit het? Tussenstand is... Ja. Het is niet gezellig. Filmen kan er helemaal niet. Handschoen uit, handschoen aan. Eén voordeel, mijn handschoen lagen er nog. Gestoffeerd, maar ze lagen er nog. We zijn aan de office. Jordana is er ook. Na 100 jaar. Jullie zouden denken, wie is Jordana? Dat is Jordi. Hij is van 10 plus. En we zijn weer herenigd. Het was net even heel awkward met groeten. Ik deed dit, hij deed zo zijn hand eromheen. Je merkt dat het dan ben je te lang uit elkaar geweest. Hele goede meeting hiervoor gehad op kantoor. Ik ga vet. Oh, lekker beetje gelaten in mijn kantoor. Zou ik Wesley lokken nu naar hier? Ja. Schat, kom eens. Kom. Hij komt. Wel een beetje snel. Hij komt. Oh, laat die winter toch zijn. Laat die... We hadden net een hele goede meeting, hè, voor de muziek. Ja, zeker. Ja, toch? Zeker. Ja. Wat is er? Je bent helemaal enthousiast. Ruik je niks? Oh, ik dacht dat het je mond was. Nou, als ik zo in mijn mond raak, zou ik echt meteen die verloving verbreken. Ik zweer het je. Dat schat, en we waren wel lang uit elkaar met die geurtjes die ik van jou ruik. Dat is een pupje. Maar, wat staat het op? Ik voelde hem eruit komen. Toen dacht ik, kijk of ik jou hierheen kan krijgen. Nou, is gelukt. Maar ik wil wel even praten over de biet. Auw, mishandeling. Auw. Jongens, maak melding voor jullie meid. Buurman en buurman zijn eventjes iets aan het opmeten. En het is de bedoeling dat hier nog twee extra bureaus komen voor de editors. Maar ik heb niet heel vertrouwen erin. Ze zijn allebei een beetje onzeker over wat ze aan het doen zijn. Moet ik zeggen, met net die puf van mij snap ik dat je een beetje van de ruil bent. Kijk, ik heb er... Ja? Welke kleur wil je voor die tafel hebben? Gewoon wit. Ik denk wit doen, lekker clean. Zwart stoeltje erbij of denk ik donkerblauw, weet je, funky zit. Hang een paar toffe posters erbij. Work hard. Had ze. Ja, ik ga er nieuw staan. Als jij die lekker vindt zitten, dat bureautje, stoeltje. Oké, okay, nou, makkelijk typisch die Jordi, kijk. Dus wisten jullie dit nog vanuit mijn woonkamer, van vorige woonkamer? Dat heb ik hier nu gezet. Ik probeer des ook een klein beetje een gevoel te krijgen. Ja, een beetje zo'n sfeertje. Hier, dit had ik voor hem gehaald.
Dit hebben we van de kijkertjes gekregen. Super cute, Frankie Dean met lange haren nog. Zo gaat het een beetje leven hier ook in het restaurantkantoor. Hier een witte wand. Hier wil hij natuurlijk wat dingen ophangen. Ja, maar dit is echt zo zwaar. Dit is eigenlijk gewoon een soort van mancave. Zo'n studentenhok. Nou, bij mij is het al niet veel minder wit. Maar hier willen we wel wat maken. Hier. Ja, jezus, de puff hangt er nog steeds. Die gaat er snel uit. Godverdamme. Onze meid Lijsa is aangeschoven. Oeh, zag jullie bijna. Is Lijsa? Ja, ik noem haar Lijsa. En zij heeft de nieuwe branding gemaakt voor mijn identiteit. Want ja, dat had duidelijk eventjes een opschoning nodig. En we gaan er nu naar kijken. Jullie gaan het nog niet zien. Maar jullie gaan wel mijn hoofd zien. En het van Res. Dus beter... Van Res is vooral op herstel gericht, dat gezicht. Dus die wil je niet in beeld hebben. Hoezo dan? Ik heb nog gesport de laatste tijd. Oh, twee keer. Steun je aan. Ja, hit it, girl. Oké, okay, daar gaan we. Oh my god. Dus ik wilde net even toiletteren en toen kwam er een vrouw uit. En toen zei ze, ja, deze dit, van het trek niet door. En toen moest het glas ook hard erop. Dit is eventjes moeilijk, want we hebben dus de eethoek een soort van verschoven in rechte lijn met dit wandmeubeltje. En dan komt daar kabam, nog eentje er tegenover en dan zo twee van die workstations, ongoing places, want dat is wat je aan het doen bent als je aan het editen bent. Je gaat ergens heen met je leven en dan hebben we dan de presentatiehoek hier. Of gewoon, als niemand er is en je gaat Netflixen, maar... presentation area is dan hier al. Alleen ik heb een beetje moeite met die stoeltjes. Het gaat net. Het is net. Het voelt heel onnatuurlijk. Ja, Resli die... Ik heb natuurlijk geen verstand van. Die had ze... Nou, hoe hij ze neergezet, je komt niet meer bij. Ik vond dit... Niet vandaag. Dit. Huh? Dit trekt mijn OCD totaal niet. Wie is daar? Geklopt. Je belt aan. Hallo? Huh? Hoe dan? Was de deur open? Ja. Ik ben gewoon inbreken. Oh, nou, beneden is het. Het zijn alle waardevolle spullen. Hier? Ja. Oké, is goed. Kan je dan even... Wil je een tasje erbij? Nee, ik zet de auto gewoon even stukje. Ja, je kan hem ervoor zetten, de laadklep. En als je koffie wil, we hebben. Oh, bepaalde dingen die ik echt mee moet nemen? Resli. Zit die hier? Ja, op het toilet. Oké. Jongens. Wij leggen wat kilometers af. Oh, er staat 1200 kilometer op dit ding. We doen net alsof het een auto is, like in a real car. Nou, voor Amsterdam is het echt chill hoor. Het is super chill en het als is Als je ziet hoeveel ik hem gebruik in de binnenstad naar alle afspraken. Wesley, we gaan nu naar Zuidoost. Het is geen binnenstad. We boeken gewoon ja, naar maar de andere het is kant. Toch alsnog op... Kijk, als je met de auto gaat, ja, parkeer, sta je alleen al bij de arena. In de file. Een half uur. Zo, dat is wel mooi hoe die vliegtuig daar zo hangt. Ja, echt hè? Sta je minimaal een half uur, 40 minuten alleen in een file, parkeren en dan moet je nog lopen naar de reden. Sta je weer in de rij. Je verkoopt het prachtig, je hebt gelijk, maar dat komt er op de rij gewoon als een mother. Oh, zo'n Emirates. Is het een Emirates? Ja, zo'n groot ding. Ik dacht wel. Oh, kijk, wat ding man. Shout-out naar jullie. Lekker bezig. Heel een beetje gewend aan mijn driver skills. Ik vind het zijn geen driver skills, dit is gewoon een kart. Ik weet niet of het een kart is, Resli. Ik ga eigenlijk echt mijn riemen weer omdoen met dit, hoor. Dat is moet je dat doen? Heb je die niet om? Kill. Je vindt jezelf echt drijven, maar... We weten allemaal... Jij vindt je de... Ik vind me niet de beste. Dat vind jij altijd van jezelf. Ja, nee, jij vindt jezelf wel de beste wifey? Voor jou, ja. Denk wel voor jou. Aangezien ik zoveel poepiep van je accepteer. Maar, wat wou ik zeggen? Ja. We gaan lekker naar Ajax kijken. Dat wou ik vertellen. Yes, Ajax speelt tegen. Hallo. PAOK Salonicki. Wat? Wat zeg je dan? PAOK. PAOK? Hoe spreek je het uit? Ik wil je weten wat je zegt. Pak eens een blaadje erbij. Ah. Dan ga je zelf zien. De club. Ja. Dat is een Griekse naam toch? Ja, nou voor iemand die zoveel voetbal houdt vind ik. Ja, het is een club van niets. Dus we gaan ze gewoon oprollen. Oh, dit klinkt heel erg van als we straks verslagen worden ga je huilen. Ik ga sowieso huilen als we gaan verliezen. We spelen tegen... Oké, waar staat het? Jij moet kijken naar de weg. Ik zoek het wel. Niet kijken, jongen. Kill. Kom maar, geef maar. Nee. Hé? Moet je even googlen. Het staat niet op deze kaarten waarschijnlijk. Hè? Wat een gejank. Een Griekse tchitchaki. Je weet wel, een van die sausen. Het klinkt waarschijnlijk zoiets. Die komkommerjoghurtsaus. Durf te zweren, daar blijkt die naam. Oh.
duwen tegen onze mannen. Ja, moet je ook niet doen. Afblijf met je weg. Jongens, het zit mee. Want DJ en ik hebben some extra space between us. Boom, 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 boom. We kunnen zo, we kunnen zo, we kunnen zo. Zo mee. En dat voor gratis. En dat voor gratis. Ik ga extra knipogen naar de meid van Telsapia. Just because they earn it. Thank you, girl. Thank you. We see you. We see what you did here. Jammer dat er nu niet drie uur vliegen, hè? Is oké. Okay. Ineens moet het kort zijn. Ineens moet het kort zijn, ja. Alleen dan, hè? Nog klagen ook. Nog klagen. Ik heb zoveel spierpijn, jongens, van het gebox, dat ik lachen doe zelfs pijn. Maar ja, ik kan nu wel iets breder zien. Gaan we hier de tafel van maken, of wat? Ik denk een lounge. Een lounge? Ik denk een lounge. Ik denk ook een lounge. Een schuine situatie, zo. Schuine... Dames en heren, jongens en meisjes. Food storage. Goedemorgen vanuit de cockpit. Ja. Mijn naam is Bas Neuteboom en mijn collega Pierre van Lieburst. Natuurlijk zou ik Nienke niet zijn als ik niet al heel vroeg aan zou komen in Spanje. En deze keer... Oh my god, gaan we naar Haarlem? Niet? Nee, we gaan nog niet naar Haarlem. Oh my god. Zie je hem dan? Perska. Deze guy is enthousiaster dan ik ben. Dat ik mijn bikini vergeten ben, maar we moeten. Oh my god, girl. Zie je al iets? Je bent al helemaal enthousiast. Iets neon. Iets neon, ja. Jij wil graag neon, hè? Dit is really when your skin pops. Een crop top. Oh, een lef. A crop top. Hoeveel moet ik je betalen dat je vanavond een crop top aandoet? Is dit? Ja, ik wil wel weten. Maar hoe erg? Ja, ja, crop is wel boven de broek, dat je huid ziet. Huid en haar. Oh ja, laat maar. Grapje. Oké, okay, we zijn in winkel nummer 2. Ik vind het gek. Het is hier heet. Jullie hebben water rondom jullie land. Hoezo hebben jullie niet gewoon bikinis bij de balie hangen al meteen aan het begin? Ze zijn beneden. Waar dan? Ik ga niet in ondergoed zwemmen hoor. Dat is echt heel ratchet. En ook desperado. Show me the goodies. Net te laag, hè? Ja. At the hotel. En ik heb veel geslapen, ook de reis hier naartoe in het busje. Het komt natuurlijk omdat ik zoveel spierpijn heb, jongens. Resti zei vanochtend, hoe kan je nou spierpijn over hebben van boksen? Ik heb geleerd, als je dit doet, moet je je hele lichaam gebruiken. Als je alleen bokst met je armen, dan ga je sowieso niet de next big thing worden. Vraag maar aan
Ali, Badr. Alle grote namen, dat je zo je lichaam erin moet doen. Dus ik gooi mijn lichaampje erin. Het kleine, smalle torsootje van mij. Links, rechts, links. Nou, ik wist niet eens dat ik spieren had, zeg maar, in het midden. Ik wist niet, ik dacht, je hebt hier je rug, dus je een soort van rugspieren en buikspieren. Blijkt dus dat je in het midden ook spieren hebt. Want zelfs daar doet het pijn. Of ik heb gewoon mijn organen helemaal shake the boel op gedaan. Dus vandaar dat je dan veel rust en slaapt. Het is gelukt, een bikini. Ik ga hem aandoen. En als hij mooi zit, of in ieder geval acceptabel voor andere mensen, dan gaan we ermee naar het zwembad. Ik ga hem nu aandoen voor jullie. Trouwens, nu kunnen jullie zien, voor iedereen die mij nog nooit live heeft gezien, dat mijn linkerbeen volgens mij een tikkie X is. Of mijn rechterbeen. Ik weet nooit welke het is van de twee. En ik weet ook niet of het erger wordt in de loop der jaren. Maar ik weet wel dat als ik mezelf zie lopen op video, dan denk ik altijd, waarom doen de onderkant van mijn benen net eventjes niet iets als in een duo. Het is altijd zo van, we hebben ruzie. Het is alsof mijn enkels niet overweg met elkaar kunnen. Nou, nu kunnen jullie zien wat ik bedoel. Ik zet het niet aan, hè. Zo loop ik gewoon. Ja? Ga de bikini aan doen. Kom zo terug. Ik ben een klein beetje onverschillig betreft deze bikini. De kleur? Zoetsappig. Ik wist niet dat toen ik het kocht, ik pakte gewoon even iets in mijn maat. Maar wat blijkt, hierin zitten, ja, als je een huis bouwt en je wil dat je woning warm blijft, dan doe je van die isolering, toch? Heel veel hier. Ik zweer het, dat topje is ook, dat zou ook kunnen functioneren als een matras voor een babybed. Zulke kussens erin. Dan gaan we eventjes naar het broekje, jongens. Het broekje lijkt op zo'n pamper, zo'n luier die je meerdere keer kan gebruiken en kan wassen. Dat je zoiets hebt van, schattig met babybilletjes. I'm a grown woman, I don't think this is cute, this is super weird. Er zit hier een stukje lucht, waardoor het lijkt dat ik de hele tijd een windje laat en die wil ontsnappen zo, pieuw, weet je daar? Al met al, het kan, maar het is niet geweldig. Tuurlijk, het was in de sale, niet dat het gezien. Pas toen ik hier kwam en ik knipte de kaars eraf, dacht ik, thank god voor mijn Tata instinct dat ik meteen iets in de uitverkoop kocht. Dit ook, jongens, gaat het? Kunnen die er niet uit? Nee, het zijn geen kussens waar je de vulling zo. Nee, dat zijn van die kant-en-klare, van die drijfblokken die je kind krijgt als hij in het tweede badje zit. Waar je zo met je handjes op kan doen en moet je trappelen. Dat zit hier nu in. Nou ja, to the pool maar, hè. En gelukkig was ik namelijk niet alleen mijn bikini vergeten, maar ook iets wat je erop kan dragen. Dus pak gewoon een handdoekje. Ik had ook geen slippers meegenomen. Nee, dit verloren bij het hotel in Portugal. Is het raar als je met van die hotelslippers aankomt gekakt? Nee, toch? Fuck it. We doen het! Yep, we doen het. We doen het gewoon. Ik loop hier met die paddoek. Dat is het enige om een volwassene luier slash bikini blokje mee te coveren. Mijn DJ is eventjes sporten. Zo moet je leven ook. Continu sporten. Dan hoef je niet te dealen met dit wat ik nu heb. En aan een joint hier vol. Maar ik moet eerst de walk off. Ik heb niks meegenomen voor mezelf. Inderdaad, ik loop hier in baddoekgerij door de hal. En ik weet ook niet waar het zwembad is. Oh my god, dit wordt zo'n lange wakkie. Oh, Nienke, snel. Snel hier doorheen. Hopelijk kom je niemand tegen. Kan ik hier door? Nee, oh, het is, waarom is het? Het is dicht. Oh my god, waar moet ik heen dan? Oh, ik krijg helemaal de zenuwen. Zo, mijn DJ en ik komen net terug van de pool. Ik ga me omkleden, want zo, het is raar in een restaurant, weet je wel. We wachten op de taxi. Iets langer dan dat de meneer zei aan de bar dat het zou duren. Gevolg, ik word hier geprikt, ja? Geprikt omdat ik tasty ben, wat geen verrassing is. Maar deze boy wordt niet geprikt, terwijl hij de hele tijd roept dat hij zo'n lekker bek is. Wat is je verklaring, G? Charisma. Oh. Wegblijven, grappie. Met je sting. Op Rotterdam. Oh, je bedreigt de muggen. Dat is wat jij doet. This is what I do. Oké. Okay. Pak ze allemaal. Nou, doe dan. Voor mij. Ook heel erg trek. Ja, dan ga voor de tweede keer nog even. We worden helemaal agressief hier, jongen. God. Kijk. Nou, wil ik niet als een diva overkomen, maar we moeten eten, weet je wel. We moeten vanavond performen. En ik denk wel dat het heel veel invloed heeft op de gig. DJ en ik zitten op de plaats der bestemming. Het restaurant. La Fusta. La Fusta. En we zijn heel erg
te spreken over het gezellige ambiancetje met een omhoog klimmende plant. En in dit trappetje ook, met die potten. Maar we zijn hier niet helemaal tevreden over. Fabian, licht toe. De hele sfeer hier is kapot gemaakt. Ze hadden er met een koof, kon dat hij ver weggewerkt zat of zo. Ja, gewoon een mooi klassiek loopje, gewoon een koof. Ja, dat was voldoende. Ga jij het hem zeggen of ga ik het hem zeggen? Oh god. Kalm anus, een lekkere kalm anus. Die porties voor een volgerecht zijn niet mals. Oké, show the work. Fucking love it. We dragen deze Spaanse outfit natuurlijk in Joret. Het is de laatste keer, so we have to make it spicy. Zonder die powernap, die ik dus niet gepakt heb, voel ik me een klein beetje gaar. Ik hoor mijn DJ ook al in de activatie. Je bent ook ready? Born ready natuurlijk. Ik heb niet meer geslapen, man. Ik ook niet, tik hem aan. Word de fucking time ready, broer. Ik ook niet geslapen. Serie gekeken. Ja, niet heel gek. Slaap gevonden. Ook niet, maar we zijn wel ready. Jongens, dit was showtje 10 van de 11. Het was de laatste keer in Bumpers. Het was ook de laatste keer in Spanje. En wanneer ik morgen terug ben gevlogen en de dag daarna naar Portugal vlieg, is het de laatste keer. En eerlijk, ik keek een beetje op tegen deze zomertour. Verschillende redenen had ik. Ik vind zingen voor het publiek. Ik bedoel, we weten allemaal, tegen badkamer, tegels aan. De akoestiek is lekker. Niemand heeft een probleem. Maar in real life zingen, ik vind dat doodeng. Daarvoor had ik een klein beetje spanning in mijn anus, ja, kring. Ging de hele tijd zo samen gesqueezed. Nou is dat voor de omgeving fijn, want dat betekent geen uitlaatgassen. Maar gewoon in je lijf, dat het zo, dat had ik heel erg. En nu is het bijna voorbij en denk ik, oh, het is het snel gegaan. En ook wel weer jammer, ik heb zoveel geleerd, jongens. Je staat op podia. Er is geen geluidsman, hè? Er is geen oortje in waar je zelf hoort. Het is gewoon een speaker, daar moet je jezelf door horen. Ook dat is niet helemaal lekker afgestemd, want het is een tent en het gaat daar gewoon om lekker losgaan. En misschien zeggen andere artiesten, nee man, die moet gewoon lekker gaan en het is geweldig. En ben je nou een artiest of niet? Ik zeg, Nienke Plas, ik vond het best lastig. Die leerschool heb je dus blijkbaar wel nodig. Want als ik wel op een dag tegen jullie zeg, jongens, we hebben nu zoveel nummers uit, laten we een grote zaal vullen met z'n allen, let's go, wil ik wel prepared zijn. Ik wil weten vanaf de start, vanaf de kleine, de Joret discotheken tot aan het grotere echte werk, dan heb ik in ieder geval het traject, ja, doorlopen zoals ik dat wil. Ik wil niet meteen groots, laat me gewoon maar gewoon. Het is helemaal niet gewoon, ja, je krijgt de kans om dit te doen, er komen allemaal dingen op je pad, dan mag je zingen. Het is echt een blessing, hoor. Ik sta er echt bij stil. Ik ben echt het universum dankbaar, ja. Want ik doe het zelf, ik werk er hard voor, ik heb Wesley en ik heb natuurlijk jullie kijkertjes en ik word er bijna emotioneel van, ik zweer het. Dat ik denk, ja, dan sta je daar weer mee te zingen en achteraf foto's en knuffels en complimentjes te geven dat het zo geweldig was en ik denk alleen maar geweldig. De microfoon viel een paar keer uit en het ging volgens mij niet helemaal zoals het hoorde, maar weet je, het feit dat de kijkertjes altijd enthousiast zijn, nou, volgens mij is dat ook een blessing, ja. Ik heb ook wel eens begrepen dat sommige fans die gaan boeën roepen als het niet goed gaat. Ja, wil je ook niet, weet je. Ik bedoel, tenminste, het mag wel. Maar het is ook confronterend, weet je. Het zit er gewoon al bijna op. En ik kijk ook heel erg uit naar niet zo vaak heen en weer reizen. Ik vind het heel leuk, hoor. Reizen, denk aan de wereld zien en wauw. Maar ik vind ook heftig. Als een vaatdoekje wat je al veel te lang op je aanrecht hebt lopen laten liggen in de zomerperiode. En er heeft allemaal van dat vocht ingetrokken en een beetje melk wat zuur is geworden. Zo voel je dan zo'n vaatdoek. Dat je denkt, nou, ik kan wel een 60 graden wasje gebruiken met zo'n extra centrifuge situatie op het einde. Maar ik mag het wel meemaken. En dat is echt waar een blessing. Ik ga jullie ook zeggen, ik liep vandaag langs een winkeltje. Ik pak het er even bij. Ik zag heel grote FC Barcelona. Natuurlijk, we zijn in Spanje. En we weten allemaal, of niet iedereen weet het, maar ik ga ervan uit.
Frenkie de Jong, ons Nederlandse jonge talent, wat van Ajax afkomt, is naar FC Barcelona gegaan. De man die heeft toch maar een paar wedstrijden nog maar gespeeld. En nou al vol lof in de pers en mensen zijn enthousiast. En toen dacht ik, ja, wij thuis zijn ook een fan van Frenkie de Jong. Zelfs mijn Frenkie Dien is ook fan van Frenkie de Jong. En toen dacht ik, hoe cute is het als ik eventjes voor die kleine gozer zijn eigen shirt van FC Barcelona en dan niet zijn eigen naam, maar van Frenkie de Jong. Ook is een idool van hem gewoon. Ook al zijn wij heel erg fan van onze Frenkie Dien. Frenkie de Jong is ook een gozer die we allemaal prazen bij ons thuis. Dan in ieder geval, niet iedereen doet dat. Maar die gozer is gewoon lekker goings. En dat ik dit aan mijn zoon kan geven. En het moet nog best wel veel dagen op ze laten wachten. Want het is nu de 16e. En dan komt pas de 27e terug. Ja, het is lang voor een moeder om de kindje niet te zien. Dus ik wil niet gaan huilen hier. Tenminste, ik wil. Het is niet nodig. Laten we het positief eindigen. Maar poeh, ook al zie ik dat hij geniet. En ook al weet ik dat hij me van binnen mist. Hij zegt het niet. De klootzak. Maar hij doet het waarschijnlijk wel. Maar dan denk ik, potverdorie. Jeetje. Wat zijn we toch een modern gezin dat we dit allemaal doen. En ik gun alle liefde. En hij geniet. En hij is helemaal in Tobia natuurlijk. En zijn oma's. Ja, overgrootoma's. En dan denk ik, wauw. Ook dat is een blessing. Dat je je kind kan meegeven aan je familie. En dat je zegt, ga maar lekker genieten, jongen. Want mama en papa zijn ook druk. En dan heb jij in ieder geval... Nou ja, in ieder geval, hij had al een topvakantie. Een maandje naar het buitenland. Ga je lekker met je smoel. Ik ging pas vliegen toen ik 16 was. En ik ben blij dat we zo kunnen zijn als gezin. Maar ik denk ook, potverdorie. Ik wil nou alweer hem in mijn armen hebben. En die dansjes van hem zien, live. En dat hij me vastpakt. En dat hij zegt, mama... Je bent zo lekker zacht. Dat. Nou, voordat het echt een heel emotioneel einde wordt. Bedankt. Niet voor het kijken. Niet voor het liken. Gewoon bedankt voor alles. Ja. Dat dekt de lading wel. Bedankt voor alles. Samen doen we dit, jongens. 10 plus. Voor altijd. Ja. Ik ben natuurlijk straks Team Stuart. Laten we wel wezen. Maar ja, tot die tijd... 10 plus. Ik zie nu pas wat voor panda-effect dat geeft als je dit met van die olie pads weghaalt.